Michelle, Newtown Institute, decaan bij de Independent School for the City. Ga je misschien zo nog verder vertellen hoe dat precies werkt? Nee? Ga je niet doen? Nee? Ga ik het niet over hebben. Ga je het niet over hebben? Mensen mogen dat dan gewoon zelf opzoeken. We hebben onder andere de Maaskantprijs gewonnen. En we hebben jou gevraagd om inderdaad een last lecture te houden. Is dat iets trouwens waar je... Ik kom alvast erbij trouwens. Dames en heren, Michelle Provoost. Als iemand zo'n vraag stelt van een last lecture, had je daar gelijk een beeld bij eigenlijk, of niet? Nou, het is wel. Het legt een zekere druk. Ja. Hè? Dus dan. Als je er serieus over na gaat denken, dan is het natuurlijk heel apocalyptisch. Als dit de laatste lezing zou zijn, echt de laatste lezing die ik ooit. En ik zou morgen dood neervallen. Ja, dan. Het is niet het meest prettige wensbeeld natuurlijk wat je hebt. Maar ik dacht, dit geeft me de kans om een paar dingen waar ik nu het meest over nadenk om die te formuleren en hier met jullie te delen. Ja, we zijn ontzettend blij dat je als eerste gewoon de aftrap wil geven nu voor deze last lectures. En daarna gaan we nog even over doorpraten. Goed. Michelle Provoost. Dankjewel. Ja, en dank voor de uitnodiging ook. Ik heb al wat van de presentaties meegemaakt op deze dag van de toekomst. Nou, er waren zeer inspirerende tussen. Ik hoop dat die van mij ook zo uitpakt. Maar ik moet u wel waarschuwen dat het niet heel vrolijk begint. Daar is alle reden voor ook in deze tijd. Want ik weet niet hoe het jullie vergaan is tijdens de coronaperiode. Maar voor mij was het toch wel vooral eentje van frustratie. In het begin van 2020 leek het alsof het een goede kans was voor verandering. En alsof die pandemie wel eens tot een lang verwachte doorbraak zou kunnen leiden op allerlei gebied. En zelfs conservatieve politici in de US zeiden, laten we steun geven aan de groene industrie. En de steun gebruiken voor de transities die we al veel langer willen. En laten we vooral niet de status quo herstellen. En alles onder het motto, never waste a good crisis. En wat gebeurt er in Nederland? Dat werd gelijk duidelijk. Met die eerste miljarden die zonder verdere condities voor vergroening aan de KLM werden verstrekt. De status quo werd hersteld. In plaats van de Great Reset is het de Great Setback geworden. Van alle kanten vliegen de waarschuwingen ons om de oren dat we de klimaatdoelen voor 2030 niet gaan halen. En toch zien we business as usual en een veel te grote invloed voor partijen en bedrijven die belang hebben bij het vertragen van verandering in plaats van het bespoedigen. En dat vind ik moeilijk te verteren. We hebben in het afgelopen jaar te veel geleerd om terug te willen naar hoe het was. Er moet van alles veranderen. We hebben gezien wat de relatie is tussen klimaatverandering, ziekte en verstedelijking. Tussen ziekte en segregatie. Tussen het harde kapitalisme en de woningnood. Tussen consumentisme, afval en verspilling. En we hebben de nadelen gezien van de privatisering van overheidsbedrijven. Het zijn alleen maar een paar voorbeelden van de grote vraagstukken die allemaal binnen 10 jaar aangepakt moeten worden. Al bij de vorige crisis, 10 jaar geleden, was het duidelijk dat de ruimtelijke sector een onlosmakelijk onderdeel vormt van de financiële wereld. En dat daarmee ook een onderdeel van het probleem was. En toch veranderde er niets wezenlijks. Met als sprekend voorbeeld van de problematische gevolgen ervan de huidige onbetaalbaarheid van woningen. De urgentie begint nu wel duidelijk te worden. We hebben haast. Maar de opgaven lijken te groot. Waar moeten we toch beginnen? Tijdens mijn leven heb ik het nog niet meegemaakt dat er zo'n opeenhoping van urgente zaken ontstond. Door problemen net zo lang vooruit te schuiven totdat een crisis onvermijdelijk werd. Denk aan die hele reeks van Groningen, de toeslagen, de boeren, de vluchtelingen, de stikstofcrisis, de wooncrisis, de energiecrisis. Klimaatcrisis. De afgelopen 10 jaar blonk de overheid uit door laissez-faire of zelfs door de afbraak van nuttige systemen. Niets is aangepakt. Alles heeft men laten lopen. Van al die crisis is de woningnood op dit moment misschien wel de meest besprokene. Het lijkt een herhaling van de jaren 70 en 80, toen het tekort aan woningen ook tot grote maatschappelijke onrust leidde en opstand. De geschiedenis herhaalt zich. De vergelijking is snel gemaakt, maar hij loopt ook snel spaak. Ook ik woonde toen ik uit huis ging in een kraakpand rondom 1980. Dat waren de hoogtijdagen van de kraakbeweging. Er was veel speculatie in de binnensteden en bijbehorende grote leegstand, wat in een tijd van woningnood natuurlijk onverteerbaar was. Maar door de politiek werd dit probleem
en de protesten wel serieus genomen. Er werd beleid voor gemaakt en geld voor gereserveerd. Speculanten en huisjesmelkers werden aangepakt, aangeschreven of onteigend. En veel overheidsgeld werd gestoken in de stadsvernieuwing, de subsidiëring van de volkshuisvesting, door de woningbouwvereniging gebouwd werden, en in de bouw van had-eenheden voor stellen of alleenstaanden. Kortom, de overheid probeerde de woningnood aan te pakken en op te lossen. De geschiedenis herhaalt zich nu, maar net iets anders. En juist die verschillen zijn veelzeggend. Tegenwoordig is kraken verboden en gecriminaliseerd. Anti-kraken daarentegen is geïnstitutionaliseerd en wordt door commerciële bedrijven gerund. Ook nu zijn er woonprotesten, maar de vreedzame optocht in mijn woonplaats Rotterdam werd onlangs door de politie uiteengeslagen, waarvoor ik me rot schaam. Het is een teken van de nadruk op law and order en van de verharding in de relatie tussen burger en overheid. Sociale woningbouw is nog slechts voor losers bedoeld en de sector wordt nog steeds door die vermaledijde verhuurdersheffing belast. De overheid voelt zich niet verantwoordelijk voor het oplossen van de woningnood, maar kijkt nog steeds vol vertrouwen naar de markt. Jongeren zijn vergeten dat hun recht op een dak boven het hoofd in de grondwet verankerd ligt. En architectuurstudenten kennen de internationaal vermaarde woningbouwtradities uit de 20e eeuw in Nederland niet. Hoe dat allemaal zo snel vergeten kan zijn en verdwenen, er is inmiddels een kleine bibliotheek verschenen over de moedwillige destructie van de verworvenheden van de verzorgingsstaat. Terug naar de toekomst is het thema van deze dag van de stad. De geschiedenis kan leerzaam zijn om te voorkomen dat we dezelfde fouten maken of om te voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden. Maar de geschiedenis kan ook dienen om te begrijpen waarom we nu in de problemen zitten. Om te laten zien dat onze maatschappij in veel opzichten, maar onbewust, bepaald wordt door keuzes die lang geleden, direct na de Tweede Wereldoorlog, zijn gemaakt, maar waarvan de geldigheid allang verstreken is. En dat laatste wil ik hier toelichten. De wederopbouw, de stadsvernieuwing, de bouw van groeikernen, de ruilverkaveling, de aanleg van Botlek en Europoort, ga zo maar door. Het zijn allemaal naoorlogse projecten die van groei uitgingen. Groei, vooral economische groei. En daardoor zitten we opgescheept met de race naar groter, goedkoper en meer. Deze ideologie van meer is waar we vanaf moeten. We hebben die ideologie niet altijd gehad, we kunnen er ook weer vanaf. De naoorlogse generaties hadden een onmetelijk geloof in de technologie en in de vooruitgang. En dat gold ook voor architecten en planners van die periode. Zij bouwden de miljoenen huizen die nu moeten worden opgeknapt en energiezuinig moeten worden gemaakt. Ze legden de basis voor de vervuilende industrieën die nu opgeschoond moeten worden. De vele vliegreizen die we nu willen verminderen. De automobiliteit waar we nu vanaf willen. En ze legden het net voor het aardgas aan dat nu opraakt. Het klimaat en de aarde eisen nu dat Nederland opnieuw grote veranderingen zal moeten doormaken. En ze zijn moeilijker te verkopen dan destijds. Ze houden in dat bepaalde privileges en verworvenheden plaats zullen moeten maken. Dat afscheid genomen zal moeten worden van veel geliefde statussymbolen. Bijvoorbeeld dat onze verslaving aan fossiele brandstoffen zal moeten eindigen. En dit keer ligt het collectieve belang, het voortbestaan van de aarde, zo ver in de toekomst dat het aangeboren korte termijn denken van mensen het voorlopig lijkt te winnen. De wederopbouw van Nederland in de jaren 50-60 en de energietransitie en klimaatadaptatie van nu komen misschien qua opgave en schaal bij elkaar in de buurt. Maar zo ongeveer alle condities en instrumenten zijn verschillend. En de grootste verandering is misschien wel een psychologische. Dat we moeten wennen aan een omschakeling van onze focus op meer naar een focus op minder. Het wervende verhaal van de vooruitgang van elke generatie die het beter krijgt dan de vorige, van zelfsprekende loonsverhogingen en prijsverlagingen, van toenemende welvaart, geldt die nog wel in de toekomst? In het algemeen lijkt het erop dat die cultuur van overvloed, die het mantra is geworden in de naoorlogse periode, dat die ophoudt nog voor die grote delen van de wereld heeft bereikt. En bij die klimaatadaptatie zal het vooral om minder gaan. Een idee van vooruitgang dat niet gekoppeld is aan meer, maar aan minder auto's,
Niet aan meer, maar aan minder mobiliteit. Niet aan meer, maar aan minder consumeren. En dat terwijl de maatschappelijke gelijkheid niet langer toeneemt, maar juist afneemt en de ongelijkheid verder dreigt opgedreven te worden door de milieumaatregelen. Valt daar ook een mooi en overtuigend verhaal op te baseren? Op een verandering van kwantiteit naar kwaliteit? Kunnen we een toekomstbeeld ontwikkelen dat niet alleen verstandig en noodzakelijk, maar ook aanlokkelijk is? Bij de ontwikkeling van het toekomstbeeld hebben ontwerpers, makers en denkers, hebben we die nodig. Makers, denkers, ontwerpers. En onlangs heb ik een reeks interviews gedaan voor een opdrachtgever met als centrale vraag: waar en door wie worden er innovaties gedaan in de ruimtelijke sector in Nederland? En van die interviews werd ik wel erg hoopvol. En mijn conclusie was: aan goede en creatieve ideeën ontbreekt het niet in Nederland. Ontwerpers, architecten, makers, maar ook denkers als historici, sociologen, antropologen, economen, die zijn volop bezig om de wereld van morgen te bedenken. Een greep uit de ideeën die ik tegenkwam. Ik hoorde over de ontwikkeling van biobased materialen, over prachtig ontworpen gebouwen die in hout of leem zijn opgetrokken. Projecten die landschapsbehoud combineren met de productie van natuurlijke isolatiematerialen in de vorm van listdodden. Energielandschappen die niet alleen energie opwekken, maar ook rekening houden met de erfgoedwaarde van de gebouwde omgeving. Architectuur die de publieke waarde van architectuur weer serieus neemt. Muziekfestivals die stoppen met hun wegwerpcultuur. Constructiemethoden die niet alleen een flexibele plattegrond opleveren, maar ook volledig circulair zijn, et cetera, et cetera. En ik hoorde ook veel ideeën over het beter gebruik van de bestaande woningvoorraad om het woningtekort te bestrijden. Het opnieuw volbouwen van de groene ruimte met eengezinswoningen past helemaal niet in een duurzame toekomst waarin Nederland 40% eengezinshuishoudens zal hebben. Andere inspirerende ideeën gingen over het stadscentrum in de toekomst. Speciaal tijdens de lockdowns zagen we immers hoe de openbare en groene ruimtes van de stad opeens van levensbelang werden. Speciaal voor krap behuisden werden parken en plantsoenen een toevluchtsoord. En grachten en havens werden zwemvijvers. Fietsers en voetgangers veroverden de straat op het autoverkeer. Terrasjes namen parkeerplaatsen over. Helemaal zoals Jan Geel beschreef vanochtend. Maar de binnensteden zijn de afgelopen decennia ingericht als de ideale commerciële omgeving voor winkelaars en toeristen. Maar misschien kunnen ze nu ook plekken worden van zorg, van rust en groen. Plekken van community die ook de diversiteit van onze stedelijke bevolking weerspiegelt. Een goed idee dat ook steeds terugkwam was de democratisering van de woningbouw. Wie bouwt er? Alleen de commerciële ontwikkelaars en bouwers? Wie mag er aan de tafel zitten als de overheid de locaties uitdeelt? We kennen het particulier opdrachtgeverschap natuurlijk en de CPO-projecten. Maar de volgende stap, dat zijn de wooncoöperaties die zich niet richten op winst of eigendom, maar op de betaalbaarheid van het wonen. Waarbij wonen niet als een consumptief goed wordt gezien, maar als een recht, zoals dat in de grondwet staat. Het zijn belangrijke projecten, maar ze worden vaak gefrustreerd omdat ze financieel moeten wedijveren met marktpartijen. Maar die goede ideeën en experimenten, die zijn er dus wel. Aan denkkracht ontbreekt het echt niet in Nederland. En daar werd ik erg blij en optimistisch van. Maar waar het aan ontbreekt is concrete facts on the ground. Pilots die laten zien dat het wel kan en misschien nog belangrijker, die vervolgens tot een nieuwe praktijk kunnen uitgroeien. Hoe zorgen we ervoor dat vernieuwende projecten de weg vinden naar uitvoering en niet op elk obstakel vastlopen? Die grote transities die ook nog eens heel snel moeten worden uitgevoerd, die hebben een sturende hand nodig. Maar van wie? Dit is waar we politici, beleidsmakers, ambtenaren en andere wegbereiders voor nodig hebben. Het is al jaren een bekend probleem in Nederland dat er een enorme kloof gaapt tussen denkers en doeners. Denk bijvoorbeeld aan de vele prijsvragen die er georganiseerd worden. Van Europan, architectuur lokaal, door Atelier Rijksbouwmeester. En dan wat daarvan uitgevoerd wordt. Teleurstellend weinig. Denk aan de ontwerpmanifestaties, de biennales en tentoonstellingen. Wat zijpelt daarvan eigenlijk door in de praktijk? Te weinig.
Denk aan Marjan Minnesma, die een paar jaar geleden hier ook een last lecture gaf op de Dag van de Stad. En zij presenteerde een heel eenvoudig boodschappenlijstje aan maatregelen die tezamen de CO2-uitstoot zouden kunnen temperen, zodat we onder die 1,5 graad blijven. Dat soort mensen moeten we helpen om hun ideeën uitgevoerd te krijgen. Of neem de directeur jeugdzorg die ik onlangs op tv zag en de crisis in de jeugdzorg haarfijn analyseerde en terugbracht tot een teveel aan regels dat ervoor zorgt dat mensen tussen wal en schip vallen. Hij zei, als de regels niet meer werken, dan moeten we ze veranderen. Regelgeving, oftewel orgware, zo kan je dat geheel noemen van alles wat met organisatie, regels en wetten te maken heeft, reflecteert altijd de inzichten van de periode waarin die regels zijn opgesteld. Dat geldt ook voor het huidige beleid en de procedures die soms nog duidelijk de sporen dragen van het naoorlogse groeidenken en daardoor vernieuwing belemmeren, bijvoorbeeld als het gaat om woonnormen of grondpolitiek. Soms zijn er te veel regels en soms ontbreekt het er juist aan, bijvoorbeeld als het gaat om door bewoners en collectieven gedreven projecten. Op dat vlak zijn er wellicht standaardprocedures nodig om die nieuwe werkwijze makkelijker te maken voor lokale overheden. En regelgeving die in de weg staat van verandering, ja, die moet worden aangepast om daarmee nieuwe werkwijzen te openen en andere doelen mogelijk te maken. Om die eenmalige pilots waar we nu de hele tijd aan werken op te schalen en vervolgens de status quo te veranderen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, dat snap ik. Ook daarvoor is een vorm van creativiteit nodig die niet direct van ontwerpers gevraagd kan worden, maar wel van ambtenaren en beleidsmakers, van instituties, van politici, van ministeries. We hebben op allerlei terreinen innovatie en experiment nodig, maar kan dat wel binnen de bestaande regels? Neem de wooncrisis. Daar ligt de nadruk op bouwen, bouwen, bouwen en dat is terecht, want er moeten meer woningen komen. Maar daarnaast is ook het sleutelen aan de orgware noodzakelijk om een beter benutten van de bestaande voorraad mogelijk te maken. En om vormen van speculatie en beleggen te kunnen beïnvloeden. Met maatregelen als bijvoorbeeld de zelfbewoningsplicht of een antispeculatiebeding. Want zonder die nieuwe regels helpen ook 1 miljoen nieuwe woningen niet. En wordt ook die nieuwe voorraad weer onderdeel van speculanten en beleggersportefeuilles. Andere organisatievormen kunnen ook helpen bij die aanpak van de wooncrisis. Kunnen we bijvoorbeeld betaalbare woningen bouwen door non-profit organisaties op te richten? Stichtingen of verenigingen die zonder winstoogmerk bouwen voor hun leden? Oh, wacht, dat heet een woningbouwvereniging. Dat hebben of in ieder geval hadden we al. Het kan dus geen kwaad om nog eens even goed in onze 20e eeuwse woningbouwtradities te graven naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Want soms zijn die verworvenheden van enkele decennia geleden nu al vergeten. Ja, en voor iedereen hier in de zaal die onderdeel is van een lokale, een provinciale of een rijksoverheid, zou ik de oproep willen doen om jullie eigen positie maximaal te benutten om de weg vrij te maken voor verandering. We kennen de tegenstelling tussen top-down en bottom-up. Maar van top-down verwacht ik niet zoveel. En bottom-up is prima, maar dat blijft vrijwel altijd kleinschalig. Waar we het hier over hebben is van binnenuit. Van binnenuit de instituties. Een verandering die aangejaagd en ondersteund wordt vanuit het ambtenarenapparaat en de instituties. Waarbij de regels aangepast of opgerekt worden op basis van vertrouwen in de burger in plaats van wantrouwen en controle. Met een maximale ondersteuning van al diegenen die de ideeën hebben waaraan we zo'n behoefte hebben om onze toekomst vorm te geven en een minimale hoeveelheid obstakels en op de rem trappen. Nou, dat is misschien een wat pathetische oproep, dames en heren, maar het is niet voor niks een last lecture. Dank u wel. Dank u. Michelle Provost, dankjewel, dank. Bij de laatste lecture vind ik ook altijd, moet even bezinken. Moet mensen gewoon even, u krijgt gewoon even, laat zeggen, 1,5 minuut. Mag gewoon even rustig over nadenken. U mag even met een buurman of buurvrouw erover hebben. Gewoon wat u nou hier uithaalt, wat u opvalt. Dingen die denken van, ja, ben ik nog benieuwd naar. Even voor de zekerheid, buurman of buurvrouw zit naast u, want u kijkt mij aan. Maar daar kunt u gewoon even met elkaar over hebben.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oké. Kijk even wat het oplevert. En ik kijk ook even voor de mensen dus die thuis of op hun werk meekijken. U kan dus ook vragen insturen. Rechts onderin ziet u een soort luidsprekertje. Als u daarop drukt, stuurt u uw vraag door. En dan kunt u ook uw vraag gewoon hier live stellen. Ben je even benieuwd, met z'n drieën in overleg, waar hadden we het over? Ik vraag het even aan u. Nou, we hadden het erover hoe je dan kan aansluiten bij wensen van bewoners of inwoners. En ik gaf het voorbeeld van een dorpscoöperatie. Als je dan vraagt naar woningbouw, dan gaat het er eigenlijk vooral om dat woningen opgesplitst kunnen worden of kleiner gemaakt kunnen worden. Of dat er seniorenwoningen komen, dat er doorstroom is, zo dat soort zaken. Ja. Maar daar komen vervolgens dan weinig initiatieven toe. Ah. Dus vanuit die bewoners is dat toch wel een moeilijke zaak. Ja. Dat iedereen met zijn eigendom zit en met zijn pensioen en daar geld voor wil hebben, et cetera. Ja. Ja. Nu is het grappige, u woont waarschijnlijk zelf ook ergens. Ik woon in dat dorp. Ja. Dus u kunt zich daar best misschien een beetje in leven. Ik ben lid van die dorpscoöperatie. Ah. Kijk, dus u kunt zich ook best voorstellen dat dus... Ja, dus u kunt zich ook best voorstellen waarom het dan niet van de grond komt. Ja, dat weet ik wel, waarom het niet van de grond komt. Omdat mensen, ze hebben in hun eigen huis ook een eigen verdienmodel. Ja. Ja, en om dat te gaan opsplitsen, dat maakt het allemaal moeilijk. Ja. Ga je nog investeren als je 70 bent? Ja, Michelle, want een aantal dingen die je noemt, zeg even, je zou op een andere manier moeten gaan werken, andere structuren, andere... Maar tegelijkertijd, mensen zitten ook vast in de manier van denken, werken, letterlijk soms financieel vast. Dat maakt het misschien ook een beetje, want zo begon je natuurlijk je verhaal van, het was ook na de corona zijn we een soort setback terechtgekomen, omdat die structuren zo stevig zijn, omdat de financiële belangen zo hard zijn. Dus die mevrouw zegt ook, het idee is er wel, maar dan? Ja... Wij zitten natuurlijk, zeker qua woningbouw, zitten we in een model waarin de woningbouw, het woningbezit als verdienmodel enorm groot is geworden. Dat heeft, en zo complex is, omdat het ook weer te maken heeft met de flexibilisering van arbeid, waardoor heel veel mensen ook gedwongen zijn als ZZP'er, ik spreek mee voor mezelf, om... Het is je pensioen. Ja. En dus heel veel van die bouwsteentjes, die hangen eigenlijk met elkaar samen. Ja. Ik denk dat dit soort dingen, bijvoorbeeld het opdelen van eengezinswoningen, zodat er twee huishoudens kunnen wonen, dat vaak ook niet zozeer heeft te maken met een cruciale rol voor de ontwerper, die dat dan vormgeeft, maar juist van de financiële ontwerper, als je het zo kunt noemen, die het verdienmodel voor beide gezinnen interessant kan maken. Natuurlijk is het vaak zo dat mensen die wat ouder zijn misschien geen behoefte eraan hebben. Als ze AOW hebben en een pensioen, dan lukt het niet. Maar er zijn toch ook heel wat mensen die eigenlijk wel in een seniorenappartement zouden willen wonen, zonder de hassle van zo'n oud huis, wat je ook zelf moet onderhouden, et cetera. Nou, en de mensen die wel willen, daar moet je de weg voor effenen. En die niet willen, moet je vooral niet dwingen. Laat eens kijken naar die weg voor effenen. Want dat is, of voor effenen. Want wat je, je noemde dat ook al, er zijn heel veel pilots, er zijn goede voorbeelden. Ook voor dit soort constructies. Er zijn, en daar is toch wel iets geks aan de hand. Want je komt bijna om in de goede voorbeelden. Mm-hmm. Als je het zelf zou moeten beschrijven waar dat nou echt vastloopt. Want het is keer op keer. Ik bedoel, als je in 2008, 2009 particulier opdrachtgeverschap bij bewoning... zeiden we, kleinschaligheid, superbelangrijk. Maar dat had te maken met er gewoon geen huis werd gebouwd in die tijd. Ja. Trok de markt weer aan, was het idee weer weg. Ja. Dus waar zit dat nou in? Nou ja, daarom dacht ik ook deze oproep te doen. Want ik denk dat heel veel toch wel bij de lokale overheden, bij de stedelijke overheden zit. Mm-hmm. Er is een soort mantra van het level playing field, wat wordt gehanteerd. En wat er in de praktijk op neerkomt, dat de grondprijzen voor commerciële projecten of bijvoorbeeld wooncoöperaties die niet commercieel zijn, hetzelfde zijn. Ja.
dat is een soort, daar ontkom je niet aan in Nederland. Terwijl in andere landen, zoals Wenen bijvoorbeeld, waar dat hele coöperatieve model nou zo doodgewoon is, daar hebben ze andere maatregelen die ervoor zorgen dat die grondprijzen gesubsidieerd worden. Mm. En waarom? Omdat de daaruit resulterende woonprojecten betaalbaar zijn. Niet commercieel en betaalbaarheid garanderen van de stad. En die mensen die daar wonen, die wil je in de stad houden. Maar ook dit is een voorbeeld waarvan ik denk dat sommige mensen dat best weten. Hetzelfde als dat hoe grondposities en ook gemeenten daar zelf uiteindelijk hun geld mee verdienen. En de mensen, dat klopt niet altijd. Weten we. Maar op een of andere manier, daarom is ook je last lecture, moeten we die motorklep openzetten. We moeten begrijpen wat daaronder gebeurt. Ja. Waar zit dat in? Is het onkunde? Is het onwil? Is het een onvermogen van een samenleving die zo fijnmazig is georganiseerd dat we dit niet voor elkaar krijgen? Waar zit het volgens jou? Ja, ik denk, heel veel dingen beginnen natuurlijk bij de politiek. Maar gezien onze laatste verkiezingen verwacht ik dus niet zoveel van de politiek. Die ook weer? Dat was een grapje. Ja, dat is heel lang geleden. Heel lang geleden. Maar dat is uit en te treuren is dat uitgelegd hoe we in een neoliberaal systeem zitten, wat zo ontzettend prioriteit geeft aan de bouwlobby en aan eigen woningbezit. Maar toch even de vraag, want ik ben ook altijd alert om dan te zeggen, ja, dat is een politieke keuze. Je kan ook zeggen, je begon ook met een samenleving die meer wil. Ja. We krijgen misschien ook gewoon de politiek die past bij die samenleving. Nou, ik vind eigenlijk dat de politiek nu heel sterk achterblijft bij wat in die samenleving gewild wordt. Je ziet eigenlijk, dat zie je aan de hoeveelheid bewonersinitiatieven. Op alle gebieden. Die gaan eigenlijk allemaal veel verder dan wat in de politiek wordt voorgesteld. Maar ook in voldoende omvang. Want er zijn altijd mensen die het initiatief nemen. Er zijn altijd mensen met plannen. En dat zag je ook toen destijds met wijkinitiatieven. Maar dat was dan niet overal, het was niet breed, het was niet voldoende om bijvoorbeeld in een verkiezing een beetje massa te maken. Nee, maar het is ook, vanochtend werd ook dat die quote van Nelson Mandela weer twee keer herhaald. Van dingen lijken altijd onmogelijk totdat ze gelukt zijn. Ja. Dus ik denk die hele volgorde van je hebt een experiment, daar komt een pilotproject uit waarna je kan zien dat het gelukt is. En daarna is de weg vrij voor herhaling. Dat is de meest optimistische interpretatie natuurlijk. Maar zo zal het wel moeten. Ja. Maar op een gegeven moment moet je eigenlijk, er moet een soort kracht komen daarachter. Mm-hmm. Dat kan ook komen van ambtenaren die daarvoor. Precies, want je noemde op een gegeven moment van binnenuit. Ja. En toen dacht ik, we komen bij het verzet van Heerlen. Deze mensen hier bij elkaar. Wie van u is ambtenaar? Ja, de ruime hoeveelheid. Is het bestuurder trouwens? Check ik ook nog even. Nee, kijk, die hebben een beetje uitgefilterd. Precies. Ja. Wat je zegt op een gegeven moment van binnenuit, is dat een oproep om als ambtenaar dan maar het heft in handen te nemen? Ja, ik denk dit is wel de tijd om moedig te zijn. Oké. Okay. Want dat is dan een beetje apocalyptisch, maar dat mag even vandaag. Ja, zeker. Niet alleen vandaag, misschien zitten we echt wel op dat punt. Hè? Ik bedoel, het is niet een fictief idee. Nee, ik snap dat we allemaal dat niet willen horen en die inconvenient truth, dat is nu bijna 20 jaar geleden. Ja. Hè? Maar dit is wel een beetje drop of eronder. Ja. En natuurlijk hebben ambtenaren niet alle macht in handen die ze misschien zouden willen. Maar jullie zijn toch met veel. Ja. En ambtenaren zijn uiteindelijk de aangevers van de politiek. Ja. We vertrouwen op jullie. Ja, oké, we leggen even de lat even bij de ambtenaar. Wie is ambtenaar? Ja, u bent ambtenaar. Kijk, heel mooi. Waar bent u ambtenaar? Op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ah, kijk, heel mooi. U kunt dus misschien wel veel meer. U kunt misschien wel juist die beweging van binnenuit inzetten. En volgens mij gebeurt dat ook best al wel. Ik bedoel, we hebben niet. Maar niet genoeg dan blijkbaar, want we hebben nog steeds problemen. Nee, het kan altijd meer en het kan altijd. Maar ik denk dat bijvoorbeeld zo'n dag van de stad als vandaag, waar er ook ruimte is om dit soort gesprekken met elkaar te voeren, in ieder geval hoopvol is om ook verder te komen. Ik bedoel, we hebben enorm veel city deals inmiddels afgesproken. En dat moet natuurlijk allemaal opgeschaald worden. En dat is best ingewikkeld. Maar dat is best ook bij ambtenaren. Ik bedoel, anders word je volgens mij ook geen ambtenaar als je niet het gevoel hebt dat je ook juist aan dit soort vraagstukken een bijdrage gaat leveren. Maar ik hoor meer dan een bijdrage. Ik hoor lichte revolte. Ik hoor lichte opstand. Tegen zeggen, luister, politiek die zit in Hilversum. Weet u niet, samenleving is soms ook nog zoekend. Commercie, daar moeten we het voorlopig even niet van hebben.
wij moeten als ambtenaren, moeten wij hier misschien leidender in worden? Nou ja, ik kan me herinneren dat een jaar of 10 geleden had de gemeente Amsterdam had een rebelambtenaar. En die was juist in het leven geroepen om reuring te veroorzaken. Dat is het ergste wat je kunt doen, hè, voordat je hebt rebelbeleid. Ik bedoel, dat moeten we niet hebben. Nee, maar goed, het geeft wel aan dat het is vrij makkelijk gezegd. Het is ook best, ik denk dat veel mensen er best voor openstaan en ook veel ambtenaren. Maar dat systeem is behoorlijk hardnekkig om hier ook echt op door te kunnen pakken. Nou, ik heb wel een goed gevoel bij dingen die een aantal jaren geleden in de gang zijn gezet. Ja. Ook vanuit Den Haag. Ja. Bijvoorbeeld met die city deals. Dat is er toch gekomen. Ook tegen de stroom en tegen de wind in. Ja. Nou, inmiddels hebben er enkele tientallen die zijn tot stand gekomen. En het doel is natuurlijk wel dat het daar niet bij blijft. En dat het uiteindelijk ook onderdeel gaat uitmaken van de beleidscyclus. Waar we als ambtenaar ook deel van uitmaken. Ik ben wel benieuwd, is er iemand die zegt, ik ben ambtenaar en ik heb wel eens vanwege dit soort vraagstukken overwogen om te stoppen als ambtenaar. Gewoon omdat ik dacht, als u naast iemand zit, mag u haar aanwijzen. Dan zeg ik van, het knaagt gewoon, het is lastig, want je bent onderdeel van een systeem van werken en het lukt niet altijd om daar invloed op te krijgen. Ja, u wijst daar voorzichtig, ja? Ja? U wijst? Ja, nee, maar toch... Er is altijd de kern van waarheid in grapjes. Ja, zeg even wie u bent. Nou, ik ben Judith Zuidgeest en ik kom uit Heerlen, maar ik werk voor de gemeente Utrecht. Okay. Ja. En ik dacht, deze dag moet ik dus niet missen. Nee. En ik zou juist niet mijn ambtenaarschap hierom opgeven. Ik vind juist dat je, dat is soort inspiratie, denk ik. Ja. Maar ik voel wel, wat kan ik dan in mijn radertje in dat grote systeem? Ja. Nee, daarom vraag ik toch, want het is inderdaad, je kan dat activisme, denk je, ik kan er naar buiten brengen. Je kan ook kijken, kan je dat activisme in je ambtenaarschap brengen, zeg maar. Maar je zoekt eigenlijk handvatten. Ja, nou ja, aan de hand van, ik denk inspiratie helpt, zelf kritisch denken helpt, maar ik weet nog niet hoe. Even kijken, u begon te wijzen naar mevrouw. Zeg even wie u bent. Ja. Ja, ik ben een gepensioneerd politicus, dus... Dus u kunt vrij praten, dat is mooi. Ja. Ik kan zeker vrij praten. Ja, wat vindt u van zo'n oproep, van binnenuit, wat actiever, activistischer zijn? Vind ik heel goed. Maar, hoewel, dat zit natuurlijk ook in de kwaliteit van de politiek in zijn algemeenheid. En daar, dat is een probleem dat mensen nu steeds meer kiezen op een manier waar ik van zeg, dat gaat echt de verkeerde kant uit met ons land. Ja. Dat vind ik het probleem waar ik mee zit en waar ik ook de oplossing niet voor heb. Want, gaat dat maar eens. Ja, ik kan met mijn buurman praten. Ik kan dus met de club van mij eens praten. En dat doen we wel volop. Maar het gaat alleen maar neerwaarts, vind ik, op dat gebied. Vind ik jammer. Michelle, ben jij nog optimistisch, pessimistisch? Als het gaat over de mogelijkheid om wat je eerder vertelde over een samenleving van meer naar een samenleving van matiging. Van besef over hoe je mobiliteit anders. Ben je er optimistisch over? Of denk je van, ik weet het niet. Ik zie wel heel veel trends die in die richting gaan. Die ook als je kijkt naar het aantal tv-programma's, gewoon op de openbare omroep, die gaan over groen, natuur en die alarm slaan over dieren. Dat is werkelijk oneindig. Maar wat ik al zei, er zijn zoveel machtige partijen en vooral bedrijven die eigenlijk meer belang hebben bij vertraging. Mm-hmm. En daar hebben we echt een nadeel van. Ja. Plus, volgens mij versprak jij je net. Oh. Toen je zei van, de politici zitten allemaal in Hilversum. Ja. Dat is eigenlijk geen verspreking, want ze zitten inderdaad in Hilversum. Ze zijn aan het over... Die hebben dus meer belang bij het beeld wat ze eigenlijk overbrengen. Ja. In plaats van dat ze daadwerkelijk iets doen. Ja, sorry, dus Hilversum was twee delen inderdaad. De formatieonderhandelingen waren daar en ze zitten inderdaad meer met de media. Dat klopt. Ja. Maar goed, als ik dus kijk naar wat voor ideeën er in onze maatschappij boven komen borrelen, die eigenlijk niet veel meer nodig hebben dan steun, dan ben ik wel optimistisch. Of dat op tijd komt allemaal, dat weet ik niet. Oh, je was even optimistisch. Ja, maar dat eindigt nu gelijk binnen 1 seconde of het nog op tijd is. Ja. Je hebt Naomi Klein, die heeft op een gegeven moment gezegd, je zit op dat tipping point. Ja. En die zei even, we zijn eigenlijk al voorbij, maar we moeten zelf actie ondernemen. Ja. We moeten eigenlijk helemaal niet zo'n middag als hier praten, dat is leuk voor inspiratie, we moeten aan de slag.
Ja, nou ja, die urgentie is soms voor mensen toch nog niet helemaal duidelijk. Ja. Maar wanneer die eenmaal wel duidelijk wordt, ja, dan weet je van oei, we hebben gewoon haast. En dan hebben we het alleen nog maar over ons eigen landje. Ja. Dus ja, of we dat wereldwijd redden, dat weet ik niet. Nee. Oké. Nou ja, dat is mijn last lecture. Je mag ook wat zwaarmoedig en eindigen. En dat heb ik niet. Ja, dat is niet alleen mijn eigen conclusie. Maar bijvoorbeeld Dirk Simons, die de meeste van jullie zullen kennen. Die zegt ook regelmatig van, oei, this is not going to end well. Nee. En ja, dat zou goed kunnen. Dat zou toch ontzettend jammer zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. We gaan zo kijken of dat dan betekent dat ze dan, ja, je kan dan ook zeggen, nou ja, dan laat dan maar. Of wat je allemaal nog wel kan. Ik hoorde een belletje. Sanne, er is een vraag. Eens kijken of dat lukt. Ja, kijk. Hallo. Ja, ben ik in beeld? U bent zeker, ja. Dit is, klinkt bijna als een soort ouderwetse tv-uitzending. U bent in beeld, mevrouw. Ja. Ja. Wie bent u? Dankjewel. Mijn naam is Connie Berger, een zeer actieve burger. En ik had de volgende vraag. Ik had hem op schrift gesteld, maar hij is blijkbaar verdwenen. Maar het ging over het wonen. En ik hoor nog veel oud denken daarin. En ik mis de combinatie van gewoon aan de slag nu, urgent, met de combinatie van duurzaam, circulair, gezond wonen, betaalbaar, tegen een eerlijke prijs, flexibel, energie-neutraal, maar ook divers, zowel huren en wonen, want ik hoor eensgezinswoningen, seniorenappartementen. En de grond, dat is echt een item natuurlijk waar ik ook niks over hoor, dat is een commons. De grond is niet een particulier eigendom. En dus ik zou graag wat nieuwe, frisse stappen horen daarin. Ja, duidelijk. Ja, het is, even kijken, soort van vraag. maar daar merk je al, dus mevrouw zegt, ja, er is zoveel meer mogelijk. Maar er zitten ook een aantal aannames in. Hè? Dus de grond is een kan. Het is van ons allemaal. Ja, dat is niet voor iedereen wordt dat nog geaccepteerd. Dat is een ideologisch denkbeeld. Ja. Wat heel mooi is. Wat fantastisch zou zijn. Alleen we lopen daar tegen structuren aan. Wat zie jij, als het gaat wat mevrouw zegt, in dat wonen, wel positieve dingen? Dat je denkt, van, ja, die echt al massa maken. Ik vroeg vanochtend aan Jan Gil, 100.000 woningen per jaar erbij. Voor het weet gaan we op de oude voet verder. Zie je mogelijkheden om daar te sturen? Ja, natuurlijk zijn die mogelijkheden daar. En volgens mij heb ik het net ook gehad over grond en de grondprijs en de mogelijkheid van onze overheden om daarop te sturen. En dan heb ik het gehad over eengezinswoningen die we eigenlijk niet meer nodig hebben. We hebben meer eengezinswoningen dan we gezinnen hebben. Ja. Dus dat hebben we niet nodig. Onze grootste groep is eenpersoonshuishoudens. En verder circulair, duurzaam, al die buzzwords, natuurlijk. En dat doen we ook al voor een deel. Mm-hmm. Maar als we massa willen maken, dan zien we dat heel veel van de, ja, toch de grote bouwpartijen, dat die een beetje business as usual doorbouwen. En toch de weilanden gaan volbouwen met een type wat we eigenlijk niet meer nodig hebben. Dus dat zou ik zeker afraden. Maar dat is een beetje een herhaling van. Ja. Sommige mensen zeggen dat er revolutie komt. Zeggen van dit broeit in het land. Er zijn genoeg mensen die onrustig zijn en de kleine opstandjes, kleine weerstand. We hebben natuurlijk de gele hesjes gehad die eigenlijk op één ding verbonden waren vanuit heel veel dingen, maar wel gewoon een groot wantrouwen ten opzichte hoe de samenleving is georganiseerd. Je ziet het rond de toeslagenaffaire. Denk je dat ook wel eens? Nou, ik vind dat eerlijk gezegd, als het zo'n soort revolutie zou zijn, een gele hesjesrevolutie, een anti-revolutie, zou ik dat een schrikbeeld vinden. Ja, maar denk je dat het erin zit? Nou, ben je er wel eens bang voor dat het gebeurt? Ja, want we zien daar natuurlijk wel allerlei sporen zien we ervan. Hè, tegen de corona. Nou ja, ik hoef dat niet uit te leggen, dat weten we allemaal. Maar wanneer het een revolutie zou kunnen zijn die voortbouwt op die andere zaadjes die ook geplant zijn. En die wat constructiever zijn. Ik ben toch meer van de constructieve revolutie. Ja. Om het oude systeem omver te werpen, maar met een betere te komen. In plaats van destructie als doel op zich. Burgerberaden, coöperaties, samen. Ja,
de woningmarkt in ieder geval wijd open gooien voor al die andere partijen die niet commercieel gedreven een veel beter antwoord kunnen geven op de vraag aan woningen die we hebben. Mm-hmm. En vooral ook het klimaat en duurzaamheid en daar de prioriteit op zetten. We hebben natuurlijk heel veel dingen die we willen. We willen inclusief zijn, ja. Duurzaam, noem het allemaal op, al die toverwoorden. Maar waar leggen we nou eigenlijk de prioriteit? Ja. En dat is een belangrijke keus. En ik zou zeggen, die keus ligt bij biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptatie. Dat is de inhoudelijke agenda. En je zegt eigenlijk, dat is een belangrijk kern van je verhaal, dat het aangrijpingspunt is misschien wel van binnenuit. Ja, dat zou ik mooi verwachten te veel van boven, verwachten veel van onder. Ja. Het zit juist misschien bij de ambtenaren, juist bij mensen die hier ook zitten. En niet in het ontwikkelen van ideeën. Nee, die zijn er wel. Maar ze moeten door de kanalen heen. En nu hoor je toch vaak dat goede ideeën struikelen op obstakels. Ja. Die vaak toch ook in de lokale overheden, in de ambtenarenwereld opgeworpen worden. Ja. Dus minder ja maar zeggen. Kijk, nog vragen, opmerkingen, aanvullingen? Denk je, ja, daarachter. Ja, dan daar nog. Ja. Eerst even hier. Zeg even wie u bent. Pascal Wouwbe, ambtenaar. Het een soort coming-out ding, zeg maar. Ambtenaar. Ja. Nee, en trots ook al best een tijdje. Het interessante is wel dat er een soort onderscheid gemaakt wordt tussen ambtenaar zijn en alle obstakels die daar zijn. En waarvoor ambtenaren het eigenlijk doen en met wie ze dat moeten doen. Dat is met heel veel partijen. En dat zijn heel vaak, zijn dat gewoon net die andere inwoners, weet je wel? Net die andere initiatiefnemers, die eigenlijk helemaal dat niet zo'n leuk idee vinden van die buurman dat die heeft. Dus die absolute democratisering van dat proces maakt het soms toch best wel ingewikkeld. Het is een beetje alsof de ambtenaar bepaalt wat er gebeurt. Hè? Maar ja, ik zat te denken, hoe ga ik dit nou doen zonder dat ik uiteindelijk bij de democratie als vorm heb uitkom. Dat wil ik eigenlijk niet. Dat maakt het heel ingewikkeld. Maar dat is het natuurlijk uiteindelijk wel. Zo hadden we het afgesproken met elkaar. En als je het over een revolutie hebt, dan hebben we het dus daarover. Ja. Dat systeem niet meer zo goed werkt. Ja, dat is natuurlijk wel een van de gesprekken die je ziet met die burgerberaden bijvoorbeeld. Dat ze zeggen van ja, we moeten een ander systeem ernaast gaan zetten. Waarin we mensen meer inspraak geven. Niet om de een ten voordele van de ander. Maar wel ook misschien dus als ambtenaar toch iets sturender soms zijn. Zeggen ja, luister, dit helpt de samenleving iets meer dan het andere. De neutraliteit een beetje weg, hoor ik. Ja, ik vind dat heel schattig. Ja. Alleen dan moet je beginnen met iemand anders te kiezen, zeg maar. Dat is toch ons systeem. Ja, sorry dat ik het zeg. Ik check even, Michel. Zit deze meneer vast of heeft hij gelijk? Nou, zoals ik al zei, ik begrijp dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. En ik ben blij dat het heel schattig wordt gevonden. Maar ik ben het gevoel dat wij niet in een schattige situatie zitten. En dat er gewoon werk aan de winkel is. Ja. Dus er zijn altijd... kijk, die regels, zoals ik al zei... Regels worden opgesteld, gemaakt, aangepast... En dat gebeurt onder invloed van de tijdsgevricht. Dus op het moment dat wij allemaal met elkaar vinden dat er bepaalde regels anders moeten... al is het maar dat de belastingdienstalgoritmes niet op afkomst selecteren... Hè, dat is ook een regel, dat is een algoritme... heb je daarmee invloed op hoe de maatschappij functioneert. Dus ik pleit eigenlijk voor creativiteit... in wat de meeste mensen het allersaaiste vinden op de wereld. Dat is die hele kant van organiseren, regels bedenken, regels toepassen. En ik denk dat daar een maatschappelijk inzicht in moet zitten... wat ook kan leiden tot verbetering van de situatie. Ja, wat ik ook wel beluister is dat... natuurlijk terecht geeft meneer ook aan van we zitten in een democratisch systeem. Het is ook niet alsof we zeg maar nu alles aan de kant schuiven... Maar binnen het systeem wat we hebben, iets activistischer zijn. Iets meer richting geven, iets meer keuzes maken. Luister ik dat goed? Absoluut. Ja. Zo daar. Ja, meneer. Zeg even wie u bent. Mijn naam is Wilt Zijstermans. Ik ben gemeenteraadslid in Heerlen. En is het niet van essentieel belang voor met stakeholders, projectontwikkelaars en dergelijke samen te gaan werken, gezien de ontwikkelingen die we nodig hebben op de woningmarkt? Dus die 100.000 woningen per jaar. En dat we niet in hetzelfde schuitje terechtkomen als in de 60er en 70er jaren. Tot we een dusdanig gebouw krijgen. Dan kan het wel misschien functioneel zijn.
en qua klimaat en dergelijke. Maar we krijgen dan toch weer een onooglijk iets wat eigenlijk werd uitgelegd door Michel Huisman vanmorgen. Ja. En gaan we dan nu weer terug naar zo'nzelfde systeem, want het kapitaal overheerst. En wil die daar tegen ingaan, zal die grondwettelijke veranderingen moeten hebben. Want men beroept zich op de grondwet en die kun je niet uitschakelen. En dan kun je nog andere wetten erop nahouden. Maar de grondwet, als die zich beroept op de grondwet, kun je niks veranderen. En u had een soort vraag en volgens gelijk het antwoord ook gegeven. Nee, het is namelijk zo, wat is de gedachte van mevrouw Provo daarover? En aan de andere kant, hoe kunnen we dat voorkomen? Duidelijk, ja. Michel, tot slot. Hoe kunnen we wat voorkomen? Nou ja, eigenlijk dat je dus, even in vergelijking naar de jaren 60 vanochtend ook met dat is van die modernistische... Precies, en dat we eigenlijk op een gegeven moment weer constateren, 100.000 woningen gebouwd, 1 miljoen woningen gebouwd, en dat we uiteindelijk constateren met elkaar, we hebben dit niet goed aangepakt. Ja, we zijn weer in hetzelfde stramien terechtgekomen. Ja, nou, ik zou zeggen, doorgaan op de bestaande weg, waarbij eigenlijk de belangrijkste partijen aan tafel de grote projectontwikkelaars zijn. Ja. Dat is misschien wel de beste manier om op zo'n manier uit te komen dat we over 20 jaar zeggen van, nou hebben we toch weer zo die 100.000 allemaal precies dezelfde woningen verspreid over het land. Ik denk die democratisering van de wederopbouw, dat is niet de zaligmakende oplossing. Maar het is wel zo dat de projectontwikkelaars, die zitten nu al 30 jaar vast aan tafel. En laat nou eens die andere partijen daarbij komen. Ik heb net de hele woningbouwproductie van de week bekeken van het afgelopen jaar in Amsterdam. Werkelijk. Wat daar gebouwd wordt door de grote partijen, dat blinkt uit door armoedige plattegronden. Hele kleine huisjes waar je werkelijk, dat kan je niet voorstellen dat je daar kan wonen. Terwijl de CPO-projecten... collectief particuliere opdrachtgeverschap. Precies. Die dus als een groep samen met een architect zijn gemaakt. Ja. Fantastisch. Ja, echt zo zwart-wit is het. Fantastisch. Veel groter. Natuurlijk de commerciële factor eruit gehaald. Dus dan kan je eigenlijk wel zorgen voor een betere kwaliteit. Dus het is meer het eerlijker maken van de woningmarkt dan hem totaal overhoop gooien. Want dit is eigenlijk niet eerlijk natuurlijk. Nee. Mag ik het samenvatten als, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dat moeten we niet nog een keer willen. Daar is de tijd ook niet voor. Daar is de urgentie ook niet voor. We moeten het echt voor anders doen. En er zit misschien wel veel meer een sleutel op ambtelijk niveau dan dat we wel eens van tevoren dachten. Ja. Dat was je last lecture. Ja. Dankjewel, Michelle Provoost. Dankjewel. Graag gedaan. Dank.